Wethouder Felix van Beek van de gemeente Bouwensterhim gaf dinsdagmiddag een toelichting op de inhoud van het zogenaamde artikel 12 rapport. Dat heeft de gemeente recentelijk van het Rijk ontvangen. Burgemeester Tom Baas lichtte de relatie van het rapport met de aanstaande herindeling toe. Welkom, mevrouw, mijn heren. Ik doe alleen maar even de aftrap en ik ben een beetje voor de sier. Want de belangrijkste rol is weggelegd voor de wethouder Van Beek. Omdat het gaat over het artikel 12, het eerste verschenen artikel 12 rapport. We hebben hier lang op moeten wachten, maar we zijn blij dat we nu eindelijk dit eerste rapport hebben. In grote lijnen, wat staat erin? Nou, het is zo dat het kent een aantal bijdragen voor de gemeente. Is een totaliteit voor 3,5 miljoen. De toezegging dat er ook nog op de volgende jaren vergelijkbare bedragen komen. Maar tegelijk moet ik erbij zeggen dat dit ziet er goed uit. Maar het is nog niet helemaal volledig het rapport. Er ontbreken nog een paar dingen. En jullie zijn het niet met alle conclusies eens? Nee, klopt. Het is te voorspellen dat het Rijk heeft zijn oordeel geveld. Maar er zijn een paar zaken waar wij het niet mee eens zijn. Twee heel helder. Eén is heel concreet. Wij krijgen een opdracht om onze OZB te verhogen. En daar zijn we niet van overtuigd dat dat reëel is. Omdat de OZB-tarieven in onze gemeente al erg hoog zijn. Dat is de eerste. En de tweede, in het hele rapport zitten veel berekeningen. En er zijn een paar berekeningen waarvan wij van mening zijn dat ze niet correct zijn. En dat ze ongunstig voor ons uitvallen. Bouwensterhim wordt met ingang van 2014 opgeheven en verdeeld over de gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Zuidwest-Friesland en wat nu nog Skarsterland is. Meneer Baas, de gemeente moet in 2014, als de herindeling een feit is, schoon worden opgeleverd. Ja, dat klopt. Want als je dat niet zou doen, dan betekent dat dat je herindelingspartners, dus, voor ons zou dat dan Heerenveen en Leeuwarden zijn, met schulden opzadeld die hier zijn blijven liggen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Jullie zitten op dit moment volop in dat traject? Ja, wij zijn bezig met het Rijk om daar toch voor 2014 de zaken geregeld te krijgen. We hebben nu voor het eerst een rapport 2010 gekregen. Artikel 12 rapport 2010, zoals die officieel heet. Daarin staan bedragen genoemd die wij van het Rijk krijgen als eerste aanzet. Maar daar zijn we er nog lang niet mee. Dus de gesprekken met het Rijk gaan gewoon door. En zullen ook de komende jaren nog een vervolg krijgen. In dit eerste rapport wordt tamelijk uitvoerig de geschiedenis geschetst. Wat is er allemaal gebeurd en hoe is de financiële positie van Bouwensterhim? Maar Bouwensterhim moet zelf een aandeel leveren in het tekort. Ja, dat klopt. Nou ja, dat hoort bij een situatie zoals deze, dat je als gemeente als het ware door het stof moet. Nou, het voorstel van het Rijk om dat via OZB te verrekenen, dat gaf ik al aan, dat vinden wij geen goede gedachte. Verder moeten wij nog steeds ons saneringsplan verder uitvoeren. We hebben op ons genomen om een sluitende begroting te hebben in 2014. Om dat te bewerkstelligen moeten wij een aantal bezuinigingen realiseren en daar zitten we middenin. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, we hebben in 2009 een saneringsvisie vastgesteld. Daar hebben we de grote lijnen aangegeven hoe wij 4,8 miljoen in een periode van 5 jaar kunnen bezuinigen. Met de ontwikkeling die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Elke gemeente krijgt extra bezuinigingen voor zijn rekening. Die zullen wij ook nog krijgen. Die moeten wij daar nog eens bij gaan optellen. En dat betekent dat wij nog voor een bezuinigingsoperatie extra staan de komende tijd. Jullie moeten voor het Rijk ook zelf geld bijeen zien te krijgen. Hoe moet dat? Nou ja, kijk, het Rijk kijkt altijd in dit soort gevallen, in artikel 12, van hoe zit het met je inkomstenkant. Hè? Want de uitgaven is vrij snel in beeld, maar hoe zit het dan met je inkomstenkant? En dat betekent hoe hoog is je belastingdruk, hoe hoog zijn de belastingen, bijvoorbeeld de onroerend zaakbelasting die je aan de burgers oplegt. En dan wordt er gekeken naar een aantal referentiegemeenten, gemeenten die om je heen liggen, maar ook vergelijkbare gemeenten elders in de landen, wordt een soort referentiekader opgesteld. En zodoende brengt het, op die manier brengt het Rijk in beeld hoe het zit met onze belastingdruk. Zijn er meer voorbeelden te bedenken op grond waarvan je tot vergelijkingen komt. En daar kan dan het Rijk op enig moment een conclusie uittrekken dat je misschien aan de belastingkant wat moet doen. Dat wil overigens niet zeggen dat wij die gedachtegang van het Rijk volgen, hè, voor alle helderheid. Wij zitten met onze onroerend zaakbelasting voor woningen hoog, ook in vergelijking met de rest. En wij hebben als college absoluut niet de intentie om daar ook nog maar iets bij op te doen. Wanneer is de volgende actie van jullie?
Nou ja, wij moeten nu dit rapport eerst voorleggen aan de Raad en de Raad vragen wat zij ervan vinden. Dat zijn de allereerste activiteiten. En vervolgens werken wij hard toe naar het tweede rapport. Dat zou 1 oktober 2010 moeten komen. Maar omdat dit rapport zo laat was, hopen wij en hebben wij ook afgesproken met het Rijk dat het tweede rapport wat sneller komt. En dan hebben wij een vollediger beeld en dan kunnen we echt met verve zeggen dat wij de zaak goed kunnen opleveren. Jullie gaan dat weer leggen. Nou, we gaan proberen om het Rijk te overtuigen dat ze inderdaad dat rapport moeten aanpassen op die punten. Maar wij weten ook, als dat niet lukt, dat er aan het eind van de rit nog een mogelijkheid is om in een soort juridische procedure ook nog te proberen ons gelijk te krijgen.